Het personeel bij de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht SBB is in actie uit ontevredenheid over de CAO-onderhandelingen. Dit bevestigt Stanley Bettersen, directie van de organisatie, tegenover de redactie. Hij stelt dat de directie, vakbond en belanghebbende ministers gauw in gesprek moeten om tot een oplossing te geraken en het werk voortgezet kan worden. Het gaat om die CAO-onderhandelingen. Op een gegeven moment zijn er bepaalde zaken in de CAO die gefinaliseerd moesten worden. Dat nam wel wat tijd in beslag. En het gaat erom dat eigenlijk het bestuur van de stichting zich al over moest buigen om bepaalde dingen mee te accorderen. Want de bond was al uitonderhandeld met de directie na verkregen mandaat van het bestuur. En het bestuur was toch van oordeel dat bepaalde zaken toch nader bekeken moesten worden. En het duurde wel een tijdje, ja. En uiteindelijk heeft het personeel uit ontevredenheid het werk neergelegd. Het personeel is sinds vanmorgen in actie. Zij die geen lid zijn van de vakbond werken normaal. Ja, we hebben gesproken. We hebben informeel gesproken. Want er is wel een schrijver van hun gekomen met die eisen. En we hebben dat ook doorgecommuniceerd naar het bestuur en de minister. Om zo gauw mogelijk tot een oplossing te komen. Volgens de SBB-directeur moet er nog een formeel gesprek komen met alle belanghebbende partijen. Vanuit de zijde van de directie was er al een principeakkoord bereikt met de bond. Bettersen zegt dat de eisen van de vakorganisatie nu ingewilligd moeten worden door de staat.